E3 hebben we net achter de rug en daardoor zijn we meteen een event vergeten dat eerder in juli plaatsvond. Het Nederlandse Festival of Games. Nu was het een event voor bedrijven bij de gamesindustrie, maar er waren genoeg interessante sprekers en bedrijven om daar wat van te laten zien. When I was still at Guerrilla and I was walking the studio floor in the evening sometimes, there was people at our office working in their spare time on pet projects. And I just figured if we can actually take that creativity, people just working just on their own little pet project, if we can funnel that creativity, that power, into doing something good for the world, we're onto something. Veel aandacht ging uit naar One Big Game van Guerrilla oprichter Martin de Roon. Klinkt Charm voor X-Paladino bekend in de oren? Dat was de eerste titel voor One Big Game, een soort live-head voor videogames waarbij titels die ontwikkelaars maken in hun vrije tijd worden uitgebracht voor het goede doel. Het gaafste eraan is dat kleine ontwikkelaars hierbij samenwerken met grote namen als David Perry en Masaya Matsuura, beide aanwezig op het festival. Het enige spel dat daadwerkelijk werd aangekondigd was het spel Winta van Masaya Matsuura en Triangle Studios, een muziekgame voor iPod en iPhone waarvan we straks meer laten zien. Na een interview met Jeroen Elfring. Joost Rietveld doet hem al eerdere bestjes en hij gaf er ook een opvallende presentatie over televisie en videogames. Het idee is dat ik probeer mijn verhaal duidelijk te maken dat we klassiek gezien in de videogameswereld kijken we heel erg op naar Hollywood, naar cinema, naar films. Maar wat je nu ziet is met de opkomst van online games, games die via het internet speelt, dat je misschien beter de parallel kan trekken naar televisie. Omdat hoe tv geproduceerd wordt, ook hoe tv geconsumeerd wordt, dat het eigenlijk meer gelijkenis toont met online games dan met videogames. Dus waar cinema een goede match kan zijn voor videogames, kan televisie een goede match zijn voor online games. Waar ik persoonlijk ook heel erg enthousiast over ben, is wat je voor dual screen gaming zou kunnen noemen. Dat kan bijvoorbeeld een tv zijn met een telefoon, maar wat ik ook een heel mooi voorbeeld vind is Scrabble op de iPad. Dus het idee dat je eigenlijk mensen in staat stelt om tegelijkertijd, je hebt eigenlijk tegelijkertijd beschikking over een gedeeld scherm en een persoonlijk scherm. En daar doe je verschillende dingen mee. Het gedeelde scherm is, als je het over een bordspel hebt, het oude bordspel. In het geval van Scrabble zie je daar alle letters liggen op het bord. En je woordrekje, dat is je iPhone of je iPod Touch. Ik neem aan dat je dat ook spreekt uit de ervaring dat je hebt van Ex Machina. Dat volgens mij, ik heb gekeken, dat bestaat sinds 2001 en de consistentiteit betrokken bij social en online games. Ja, we hebben eigenlijk nooit een singleplayer game gedaan. Dus wij ontwikkelen primair technologie, infrastructuur die achter de games zit. Dus dat betekent dat wij proberen op een zo toegankelijk mogelijke manier mensen in staat te stellen met anderen te spelen. En de link voor ons naar televisie is dan dat je dat ook synchroon kan laten lopen met iets wat op tv of radio is. Dus wat er gebeurt in de game heeft betrekking op wat op dat moment op televisie of radio is en vice versa. This game is basically rhythm action game, but it looks like a puzzle. So you can recognize the figure of the order of the buttons making the certain shape. But I've been asked by the guys if I can show Gaikai running, and I have actually made a video at home which shows you exactly what it's like. I'm on Director Drive, the pop-up appears and I click and I'm now playing World of Warcraft. And World of Warcraft is a David Perry was niet alleen aanwezig voor One Big Game, maar bovenal voor zijn streaming gaming service Gaikai, vergelijkbaar met OnLive, alhoewel hij het verschil daarmee zo expliciet mogelijk wil maken. There's only two companies really doing what we're doing. That's OnLive and Gaikai, and the two companies went completely different routes. So there's two ways to go. Either you say, we're going to replace all the consoles, which is what OnLive said, which means that they suddenly don't have any support from Microsoft, Sony, or Nintendo, which, by the way, makes some of the best games ever made, or you don't. In which case, our position is, we're just trying to help you check out games. I'm not trying to replace anything at all. It's unfair to compare something that's doing the work of going through the internet versus something that's not. There's things catch my eye and then I think about it. And some things annoy me, so I kind of feel like I gotta do something about it. Gaikai is one of those things. Another one that I started to do, which I have not been able to complete, so I will go back to it, is
is a way for finding talent. I think it's so frustratingly hard to find talent in the game industry in a world connected by the internet is ridiculous. So one of the reasons why I'm here is to, in general, meet Dutch game developers and see what is happening in the scene here. Dit is Dayama Demowska van de Copenhagen Game Productions. We volgen haar op een ander belangrijk onderdeel van het festival, de Pitch & Match, waarbij bedrijven kort met elkaar samenkwamen. Now today I have two meetings with a MMO publisher, actually, Game Twist. And I also have with one big game, which is a non-profit publisher. I definitely have to say that the meeting with One Big Game was very interesting because they're actually looking for developers like us developing games for them in collaboration with big famous game designers, for instance. And we're very interested in collaborating with, of course, big famous game designer and make some future very famous game, because we are just making indie, small scale, not that famous game right now, but hopefully one day will become more commercial and big in this business. En dat was een selectie van wat er allemaal te zien en te spreken viel op het Festival of Games. Op Bestjes valt er meer over te lezen en ook een Control Magazine heeft er veel leesmateriaal over. Wat mij vooral opviel was hoe men er niet op kreeg als best te overtuigen, maar elkaar. En dat zorgde voor een gemoedelijke sfeer. Zelfs de enkele hype vloog voor buitenlandse gasten. On behalf of Guinness World Records, I'd like to present to Professor Iwatani the record that was mentioned earlier for the most successful arcade game of all time. 293,822 Pac-Man arcade machines have been built and installed around the world, and we'd like to recognize Professor Iwatani's achievement for that. Congratulations. Paste bij deze gezelligheid. Het gaf me ook een duidelijk beeld van de huidige Nederlandse game-industrie, dat naast de enkele guerrilla vooral voor specialistische bedrijven kent en ontwikkelaars die op platforms als Facebook, de iPhone en de iPad voeten aan de grond weten te krijgen. Ik ben benieuwd naar volgend jaar en ik hoop dat jullie genoten hebben van deze eerste Bestjes video. So he forget to do an interview but just a game player. So he stole the video cameras, crews, headphones like this, and just concentrating playing to get the highest score. But I very believe he can't.